voor de mensen die denken, wat doet Niels hier nou eigenlijk? Nou, ik sta bij het huis van Jeroen. En Jeroen en ik gaan zo meteen naar Team Survival Materialen, want daar gaan wij een potje klimmen bij. Althans, ja, we zouden naar Genderingen. Maar bij nader onderzoek kwamen we erachter dat er in Genderingen gans geen vereniging zat. Dat is een beetje dom. Genderingen heeft alleen een wedstrijd. Dus ja, dat betekent dat wij een klein foutje hebben gemaakt. Ook wij maken foutjes. Desalniettemin gaan we naar Team Survival Materialen. Gaan we daar lekker mee trainen. Kijken wat de sfeer daar is. Geen idee. Ben benieuwd. We trainen behoorlijk wat toppers. Dus let's go. Koek. Heb jij een hapje eten voor mij gemaakt? Maat. Thanks, maat. En we zijn er! Heerlijk! Ja? Ja. Wat is nou 48 kilo? Verschillende plekken in Nederland bij langs om te kijken wat de sfeer is eigenlijk. Hoe er getraind wordt, op wat voor manier, willen we op een hele vette manier in beeld brengen. En jullie zijn de eerste. Zo? Dat is gaaf. Ja, zo, ja. Dat is in samenwerking met de Survivor en Bond. Alleen. Ja, we hadden een klein foutje gemaakt. Ja. Jullie zijn helemaal geen lid van de Bond. Nee. We kunnen dit filmpje niet onder die nieuwe uitbrengen. En het is misschien nog erger, we wilden eigenlijk bij Survival Vereniging Genderingen zijn, maar die bestaat helemaal niet. We zijn wel benieuwd waarom mensen nou bepaalde dingen doen in hun training. Waarom zo'n warm hier, waarom die training. En ja, wat is nou het geheim van hebben? Dus gaan we daar ook de warming-up en de mobility mee doen. Armen goed gestrekt houden. 9. Probeer wijsvinger en duim bij elkaar te houden. 2. Nou, belangrijk is dat je mobiel bent. Veel survivalaars staan zo. Kijk eens naar mijn atleten. Of naar onze atleten. De meeste die staan mooi open. Kunnen bovenrug goed gebruiken. Knieën goed buiten duwen, Rick. Probeer de buis boven je hakken te houden. 9. En de laatste. 10. Als je goed in je bovenrug kunt hangen, en dat zul je dadelijk ook in het vervolg zien, kun je veel beter je kracht gebruiken. En het is vooral ook heel veel blessurepreventie op deze manier. Dus je brengt alles goed op lengte, je maakt alles open. Breng je elleboog naar de grond, binnenkant van je voet. Draai open. Haal diep adem. En door. Nog een keer. En zak erin in een diepe squat. Klauw je tenen in de grond. Strek je armen. Knieën goed naar buiten blijven duwen. Pak je enkels tegenstel vast. Draai je rechterkant open. Als je nu met mensen allemaal een paar rondjes hard begint te lopen, dan is het voor de een is het veel te hard en voor de ander is het veel te langzaam. Dat is totaal zinloos. Iedereen kan dit op zijn eigen manier. We zijn bij elkaar, je kunt nog een grapje maken ondertussen. Dus dit is een veel leukere manier om. Oh. Ja, vooral een veel betere manier om een warming-up te doen dan samen een paar rondjes in gaan. Dat is de reden. Ja. Okay, yo. Goed gooien, tenen optrekken. Rugspieren. Blessurepreventie van je schouders. Zodat je dadelijk als je aan één arm hangt veel beter kunt stabiliseren. De slechtste grappen die maak ik vast. Kun je niet zo ver laten zakken, Stuart? Dat doe je maar in het weekend. Ja. Jeroen, jij doet ook één setje mee? Ja, zeker. Dan lijkt het ook alsof we ook daadwerkelijk meedoen. Ja, nee, wel gekheid. Deze oefening ken ik niet, dus ik wil even ervaren hoe die voelt. Nou, snap je. In principe ga jij het natuurlijk zo editen dat het lijkt dat jij de hele training hebt meegedaan. Ik ken je langer dan gisteren. Ik wil ze ook wel het water in zijn gezicht spuiten. Het lijkt ook alsof hij wel gedaan heeft. Nu is het nou tijd van grappen. Als we zo lang bij het hoofdonderdeel komen, dan zijn we allemaal... Shoulder taps. Tom ook, billen iets lager. Strek je benen goed op. Vind je hem nog wel een leuke trainer? Oh ja, wel. Als ik denk shoulder taps, dan denk ik dit. Wat zij doen, ze houden 3 seconden vast. Spanning. En zet je voeten dichter bij elkaar, Jeroen. Dichter bij elkaar, ja. Zie je smokkel. En billen omlaag, Jeroen. Kom
op, zet spanning op de lijf. Ja, jullie lachen nu nog, maar ga je straks na de training ook nog lachen of niet? Na de training wel weer. Ja? Tijdens de training niet. Wacht maar naar deze vier ronden of we nog zo kunnen lachen. Als we langzamer gaan, krijgen we met een zwip. Dus we moeten wel. Hoe harder je gaat, meer rust. Ja. Dat is de tactiek. Nou ja, het is warming up. Je hartslag gaat een keer. Je activeert alles. Onderdeel van de training vandaag is de swing over challenge, hè? Tom, Stijn, Hans. Jullie zijn de drie gelukkige mannen. We hebben maar twee dames. Dus, dan worden het twee dames. Twee dames. Dames en die moeten samen honden doen, geloof ik, hè? Ja. 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 Er zijn een paar mensen hier van Survival Run coaches. En die hebben een challenge bedacht. En dan moet er iets op 3 meter komen. En we hebben geen balk op 3 meter. Dus we moeten 8 schroeven verplaatsen en een balkje iets omhoog brengen. Vind je nou een challenge dan? Ik vind het is wel wat leuks op gang gezet, moet ik zeggen. Dus dat afgelopen weekend natuurlijk het wereldrecord verbroken. Jouw record verbroken. Ja. Zal pijn doen, denk ik. Dat klopt. Misschien gaan we het nog wel een keer doen. Ja. Dus, maar als je nou een goede trainer zoekt. Ja. Voor jullie even as usual 3 rounds. Bos wat som 2 keer. Swing over dikke balk. Pakladder. Apenhang. Swing over 2 keer, uiteraard. 2 voetklemmen. Max. Nou, we hebben een paar spelregels in het bos. Als je swing over doet met meer dan 2 voetklemmen, dan taart. Ja, Herbert hier achter mij is de boel aan het preppen voor de swingover challenge. 100 swingovers, de 3 beste mannelijke en vrouwelijke atleten gaan proberen zo snel mogelijk 100 swingovers bij elkaar opgeteld te klimmen. Helaas zijn er maar 2 dames vanavond, dus die zullen er iets meer moeten doen. 100 met 3 man. Ja, en de dames doen de 67. Daar ronden we naar boven af. Zijn jullie klaar voor dames? Ja. 3, 2... Kom, kom. 8, 9. Ja, ze gaan hartstikke goed, joh. Melissa die gaat eigenlijk nog versnellen. Op een gegeven moment als je rustig klimt, kun je niet meer versnellen. En als je in een bepaalde flow zit van snel gaan, dan kun je dat langer vasthouden. Dus het is ook eigenlijk wel een beetje hoe je wedstrijd in moet doen. Gewoon hard starten en dan in een flow komen. Ik heb het niet over een recreatieve atleet, gewoon, ik heb het over atleten die ervoor gaan. We zijn natuurlijk geen vereniging. We zijn een clubje, Team Survival Materiaal. Je hoeft geen topatleet te zijn, maar het gaat wel om je instelling. Als je komt puur voor de gezelligheid, dan zijn er andere adressen waar je prima terecht kunt. Ja. Kijk, ze gaan helemaal kapot. 38! 39, gewoon niet opgeven. Met z'n tweeën en... De eerste raakt gewoon. Ja, yes. Hoe voelde het? Zwaar. Eitje toch? Wow. Gelukkig heb ik sterke spelers naast me. Dus dat komt goed. Kijk, mooi. In 3, 2, 1, go! Tijd loopt. De mannen gaan 100 doen. Halve wegen, mannen. Lekker tempo, man. Stop. 51, 59, 70, 71. Aan tempo, hè. Ik ben blij dat ik het gehad heb. Nee, zo die kunnen echt fantastisch klippen en mooi snel. En... Hopelijk word ik ooit zo snel als hun, maar... Wat gaat trainen.
En drie nog, allemaal op. Bij de laatste, Jeroen. En tijd is gestopt. Herbert, jij zei 5,5 minuut. Het is iets minder. Nee, maar het is nog sneller. Dus ze zijn nog beter dan dat ik al dacht. Strakke tijd. 4,57, heren. Ja, dat was wel zwaar, maar op zich. Ik kon een redelijk gewoon het tempo dus door blijven doen. Ik verzuurde op het eind wel, maar viel me niet tegen eigenlijk. Nee. Ging best lekker aan een stuk door. Ja. Swing-offs zijn best leuk, hè? Ja, ja, maar niet 1000. Nog niet 100. Eén voet kreeg ik niet meer rond. Ik ging mijn benen niet meer omhoog beginnen. Even twee rimpjes draven en dan ga je het. Je doet vandaag geen swing-offs meer, of wel? Het is wel, we zijn bijna net warm. Nu begint het erin. Ik stel voor dat we nog een half uurtje circuitje doen. Dat is run plus kort swing plus swing-over. Run. Plus één van de twee keuzes uit een nieuwe blok. Run, rondje. Vier blokken naar keuze. En rennen naar Gerry's tonnetje. Je doet de muur, je doet farmers walk met 80% van je lichaamsgewicht. En je slaat 20 keer met de hamer op de band. Mag ook met die 15 kilo hamer, staat in mijn hok. Als je zo'n filmpje maakt, wil je eigenlijk het liefst gewoon zelf meedoen. Maar om dat voor jullie vet in beeld te brengen, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk gefilmd wordt. Nou, daarvoor kun je niet zo heel veel zelf meedoen. Gaaf hoe je getraind wordt. Ze zijn echt ontiegelijk hard bezig. Vind je dat nou vet? Gooi even een duimpje omhoog natuurlijk. Echt een aantal toppers. Ik denk dat wij hier nog behoorlijk veel van kunnen leren. Apart. Volgens mij kan Tom niet langzaam klimmen. Nee, dan wordt het moeilijk. Ja. Hij klimt gewoon ook de hele baan binnen 2 minuten. Hè? Jeetje. Ja. Dus... Maar jij wil een uitdaging? De hele baan. De hele baan. Ben je klaar voor, Jeroen? Ja. 3. Ik ga de hele baan klimmen. Doe je mee? Voor time. De hele baan voor time. Tijd om het te laten zien. 3, 2, 1, start. Tijd loopt. Ja, lianen in. Dadelijk bij net komt onder de netten door. Pak het net achter je. Wees lief van elkaar. Dadelijk onder de onderste balk van het rek door. Onder de onderste balk door. Aap hangt verder. Halverwege de aap hangt in je touw aan. Die gebruik je om over de balk heen te gaan. Jullie zitten op 1,5 minuut. Oké, de volgende. Oké, volgende. Oké, ik ben door. Over de volgende balk heen. Volgende 3 balken bij overheen. Dat is nummer 1. Volgende 3 balken overheen, Niels. Kom op, mannen. Netjes. Pak laten pakken. Yes. Volgende balk onderlangs. Korte touwtjes. Onderlangs, Niels. Onderlangs. Nou, je barenkor gaat er net niet aan, Tom. Je barenkor gaat er net niet aan. Hou vast. Kom op. Hoppakee. Kom op.
Yes, dat is het, jongens. Oké. Oh, close finish. Yes. Oh. 5 minuten in. Yeah. 5 minuten. Kom op, Niels. Kom op, hou vast. 5 minuten 8, yes. Jij gleed er overheen of niet? Ja, hier had ik het maar kapot, joh. Ik denk dat ik Erik van Ham, ons trainer, zegt altijd: zorg dat je 45 seconden klimt en daarna verzuur je. Ja, ik was eigenlijk gewijs. Ik dacht, klim gewoon door, maar had ik niet moeten doen. Ik had gewoon tactisch rust moeten pakken. Ik zag jou gaan en ik denk, ja, erachteraan. Ja. Hebben het als je ons zo zag klungelen? Vind je ervan? Jij noemt het klungelen, maar jullie hadden vooral moeite met het laatste stukje, die korte touwtjes. Ja. En het is een baan die je niet kent. Dus nee, ik vind dat jullie best oké deden. Dus zijn wij Survivor en coaches waardig. Ja. Dus dat, weet je, om een goede coach te zijn, hoef je zelf niet de beste klimmer te zijn, hè? Ja, Herbert, bedankt dat we hier mochten klimmen, dat we hier mochten spelen, dat we hier mochten filmen. Ja. Dat we een leuke kijken hoe jij je atleten traint. Ja. Hopelijk hebben we wat geleerd. Hopelijk was het ook leuk. Wij vonden het leuk. Hij vond het echt leuk. Ja. Dus voor het filmpje nou ook leuk. Zorg dat je even een duimpje omhoog gooit. Vergeet niet te abonneren en zoek Survivor materiaal ook een keer op. Dat is gaaf. Ja, zeker. Gewoon doen. Yes, dat was hem alweer. We zijn bij Team Survivor materialen geweest vanavond. Wat een weer. Dat was hem weer. Ontzettend scherpe tijd hebben ze neergezet, zeg, op die swingover challenge. Dat is niet normaal voor de heren nog geen 5 minuten. Dat is echt rap. Ja. Dames 9-16 hadden we. 9-16. Super vet. Scherpste tijden zijn gezet. Ja. Nu staan jullie de uitdaging om proberen sneller te zijn. Ja. Dus vond je dit nou een tof filmpje? Vergeet dan niet even dat duimpje omhoog te gooien. En abonneer op dit kanaal, want er komen nog veel meer van dit soort filmpjes. Yes, en mooi ook als je dit eventjes deelt onder je vrienden. Misschien kent iemand ons nog niet. Ik ben Niels. Dit is Jeroen. Later.